De lokale omroep van Katwijk bestaat bijna 30 jaar. In 1987 begonnen de eerste vlok-tv-uitzendingen. Goed om eens terug te gaan in de tijd. In de aankomende maanden ziet u de pareltjes van de lokale Katwijkse televisie. We nemen u mee naar de eerste opnames uit 1986, welke later op televisie werd uitgezonden. U ziet hier de visserijdagen en oudzanger Jan de Ruys. Goedenavond allemaal. Daar zijn wij dan met onze eerste televisieuitzending van de Vlok. De vereniging Lokale Omroep Katwijk. U kunt Duitsland ontvangen, België 1 en 2, Engeland, Frankrijk, popzenders enzovoort enzovoort. Maar vanaf vandaag ook televisieprogramma's vanuit en over Katwijk zelf. De uitzending die wij vanavond als lokale omroepvereniging Katwijk aanbieden staat grotendeels in het teken van de Visserijweek. De visserij zal als onderdeel regelmatig in onze volgende vlokuitzendingen terugkeren. Vanavond een goed begin. We richten onze camera ook op de kruising Vreugdeweg, Industrieweg, Julianalaan. Tussen de bedrijven door krijgt u genoeg informatie over allerlei onderwerpen. Genoeg gesproken, terug naar de Visserijweek, zaterdag 8 augustus, Mosseldag. Dames en heren, u bereidt onze geweldige ontvangst. Als ik zo zie met hoeveel u vanmorgen naar hier bent gekomen om ons te ontvangen, dan zeg ik fantastisch en we zijn u daar erg erkentelijk voor. Vanuit de historie, Kaat Mossel, 2 eeuwen terug, een dappere vrouw, een kenner van Mosselen, naar de realiteit van dit moment. We hebben veel gemeen met Katwijk in Ierseke, erg veel gemeen. U ligt aan de prachtige Noordzee, met de mogelijkheid om te recreëren en om de visserij te bedrijven. Wij liggen aan de even mooie Oosterschelde, met ook de mogelijkheid om de visserij te beoefenen en zich daar heerlijk te ontspannen. Vandaar de grote verwantschap tussen de twee dorpen. En vandaar dat we zo verschrikkelijk graag naar hier zijn gekomen om vandaag met elkaar een heel gezellige dag te hebben. Weet u dat uit Zeeland per jaar 100 miljoen kilo mosselen worden verwerkt? Het overgrote deel vindt zijn weg naar alle landen in West-Europa. Een gedeelte ervan, en steeds toenemend gedeelte ervan, blijft in Nederland. En dat moet nog meer worden. En we hopen dan ook dat we ook u zover kunnen krijgen dat u van de mosselen gaat houden. Let wel, u mag ook van de haring houden. Want in Katwijk moet ook geleefd worden. Maar haring en mossel bij elkaar, mooier kan het niet. En wij vinden het fantastisch dat we op deze wijze mee kunnen werken aan een gezellige dag. Maar dat we ook onze mossel kunnen promoten. Het is mij een groot voorrecht om het eerste portie mosselen van vandaag, en u weet, als u geduld hebt, dat u allemaal een gratis portie heerlijke, overheerlijke mosselen krijgt uitgereikt. Ik durf met u een weddenschap aan te gaan, ze smelten op uw tong. U zult dat straks ervaren. Oh. Oké. Ik geloof dat ik het moet delen, maar dan weet ik niet wat in de... Oh, dat doe ik zo dadelijk. Oké. Ja. Geachte collega Boer, dames en heren, mag ik u die gekomen bent van Remmerswaal en mag ik zeggen van Ierseke in het bijzonder hier heel hartelijk welkom heten in Katwijk. Wij vinden het fantastisch dat u in zo grote getale hier naartoe bent gekomen. Natuurlijk in het bijzonder om de mossel te promoten, maar zelfs zonder mosselen zien wij u hier dolgraag in Katwijk. Vandaar welkom. Het is het moment om de mossel te promoten. Het kan er alleen toe bijwerken dat de haring nog een beetje agressiever wordt, want die krijgt natuurlijk enige concurrentie.
De mossel weet wat hij waard is. En vandaar dat de mossel groeit op een mosselbank. Daar komt ook ons woord bank vandaan. Dat weet u wel. Want de mossel die groeit uitsluitend op een mosselbank. Het is een voortreffelijk product. En wij eten daar eigenlijk nog niet genoeg van. Wie er veel meer van eten zijn bijvoorbeeld de Belgen. De Belgen eten niet alleen patat. Maar die eten 3 maal meer mosselen dan wij Nederlanders. Dames en heren, dit was dan de feestelijke opening van de Mosseldag en de Visserijdagen. Deze mosselen die worden hier vandaag gekookt, gebakken. Wat gebeurt hier allemaal? Hoofdzakelijk worden de mosselen hier gekookt. Er worden plus minus 3000 kilo mosselen vers gekookt hier en gratis uitgedeeld. En er worden gepaneerde mossels, die worden gebakken en zuur. En het wordt allemaal gratis uitgedeeld vandaag. En waarom is dat? Dat is gewoon een promotiedag van Aviske. En ook met samenwerken met de visserijdagen in Katwijk om de zaak te promoten. Er zijn geen zure mosselen, maar? Gepaneerde mosselen. Hoe worden die gemaakt? Nou, die worden gewoon gekookt, uit de schelp gedaan en dan daardoor eiwit en paneermeel. En dan gaan ze de diepvries in. En dan kunnen ze bewaren, ja, zolang u wilt. En dan worden ze in het hete frietvet gedaan. En vandaag deelt u ze aan iedereen uit hier in Katwijk? Vandaag delen wij ze uit, ja. U ziet er ook helemaal als een Zeeuwse schone uit, of niet? Ja, maar ik ben ook een Zeeuwse schone. Maar vertelt u eens iets, wat is dat specifieke kenmerken van uw klederdracht die u op heeft? Nou ja, gewoon de Zuid-Beverlandse dracht. Maar ja, je ziet ze nou ook niet meer. Hè. Het is specifiek hebben wij dat voor vandaag aangetrokken. Ja, je ziet ze nog wel, enkele oudere mensen. Maar voor de rest niet meer. Op feestdagen en zondag, doet u dan ook nog die klederdracht aan? Nee, ik nooit. Ik zomaar als ik ga promoten, dan heb ik mijn klederdracht aan. Anders niet. Bedankt. Wat is uw taak vandaag hier? Nou, gewoon de mosselen goed gaar te koken en zo vlug mogelijk al om de mensen een potje te geven. Wat is het geheime recept van de mosselen uit Ierseke? Nou, het geheime recept is punteen goede mosselen natuurlijk. En verse groenten erin en goed koken. Hoe lang koken ze? Twee, drie minuten. En dan gaan ze naar de mensen toe hier in Katwijk? Dan gaan ze naar de mensen hier in Katwijk. En hoe vlugger die mosselen gekookt worden, hoe lekkerder ze zijn. Langzaam, hè? Oké. Okay. Het gezien een tafel vol verschillende vissoorten. Toch blijft voor de meeste Katwijkers de haringvis nummer 1. Zelfs zo dat de Nederlandse kampioenschappen haring schoonmaken voor de tweede maal in Katwijk werden georganiseerd. Plaats van handeling, de visserijschool. Dames en heren, nog harder. Namens de commissie Visserijdagen heet ik u al hier heel hartelijk welkom. We hadden wat het weer betreft nog een zonnetje verwacht. Misschien is het wel goed dat het er niet is
Vooral voor de mensen die straks heel snel aan het werk moeten om zoveel mogelijk haringen schoon te maken. Ik heet u dan ook allemaal heel hartelijk welkom. We zijn erg blij dat u in zo grote getale gekomen bent om aan dit evenement. Het is alweer de derde keer dat we de Nederlandse kampioenschap haring schoonmaken houden. Waarvan de tweede keer in Katwijk. We zijn als commissie erg blij dat ook de mensen die ermee te maken hebben het vorig jaar erg goed vonden gaan hier. En daarom gezegd hebben prima om weer terug te komen in Katwijk. Ik hoop ook dat het deelnemersveld weer sterker geworden is. We zijn erg benieuwd hoeveel haringen er schoongemaakt gaat worden. Ik wil ook mevrouw Hietkamp, wethouder Economische Zaken, hartelijk welkom heten hier namens het gemeentebestuur. Ik hoop dat u een prettige middag hebt met z'n allen. Dan zal ik nu gaan proberen de eerste haring schoon te maken. Ja, niet te vlug commentaar. Eerst de buikje eruit. Tijd letten we niet op, hè, vandaag. De rug ook beneden. Van de kop af. Het is niet helemaal de rug, maar... Ja. Dat zou ik nou niet doen, hoor. Wel, dames en heren, de wethouder is al een paar minuten bezig. Als u weet dat vorig jaar de winnaar 252 haringen per uur schoonmaakte, omgerekend van 42 haringen in 10 minuten, dan zal de wethouder de wedstrijd niet winnen. Dat zal allemaal wel een keeper winnen. Ja, nou, bij deze is het geopend. Oké. Dit is een vak. Moet ik hem opeten? Ja, hij kent wel. Hij is keurig schoongemaakt, dus je kan hem rustig opeten. Jij weet hem niet op. Graag een hartelijk applaus voor de wethouder voor deze presentatie. 3, 2, 1, 0. De 5 minuten zijn nu om. De keurmeesters die kijken nu al bij de diverse tafels hoe het schoonmaken gebeurt. Goedenavond.
Die film dan? Dirk Berk, hij vanmiddag haring schoonmaken, wedstrijd hier in Katwijk, in de visserijschool. Wat denk je er zelf van? Ja, geen flauw idee. Wel aardig aantal gesneden, maar ja. Ik weet niet hoeveel, of het nog beter bent dan mij natuurlijk. Als je nou vorige week haring schoonmaakt en nu met al die spanning eromheen, voel je dan dat je toch wel wat zenuwachtig bent? Ja, dat scheelt voor mij een hele hoop. Ik ben erg zenuwachtig. Het scheelt denk ik zeker wel een 10 haring. In wat voor opzicht verschilt het dan? Maar ik heb geen controle meer over mijn handen. Plus dan ga ik ze kapot snijden. Dan kan ik er niet meer tegen. Je ziet sommigen dat ze de haring helemaal optillen en helemaal eigenlijk boven het bord schoonmaken. Dit doe jij niet, hè? Nee, dat is een andere manier. Ik denk dat dit de snelste manier is die ik doe. Hoe doe jij dit precies? Wij snijden engels. Dat is een soort fileren. Twee kanten insteken, de vellen eraf. En dan halen we de graad meteen gewoon in één keer eruit. Je bent vorig jaar ook kampioen geworden. Dit jaar misschien weer. Ja, wel. Dit jaar weet ik nog niet. Wat is de eerste prijs? Een grote beker. En als je hem wint, waar zet je hem dan? In de huiskamer. Meneer Van Wijk, u bent voorzitter van de jury hier. Op wat voor gronden gaat u de haring hier controleren? Ik ben gevraagd om de haring te controleren hier als voorzitter van de jury, omdat ik sinds een krap half jaar voorzitter ben van het bedrijfschap voor de visgroothandel. En hoe wordt hier de haring eigenlijk bekeken? Niet alleen het aantal, denk ik? Nee, het aantal is eerste instantie. Maar er kunnen ook haringen uitvallen in de vorm van te slecht schoongemaakt, te lange middengraten in laten zitten. De zijgraten, te veel zijgraten, dat kan ook. Er kunnen ook te veel darmpjes in zitten, maar dat is meestal niet het geval. Maar in principe moet het een dermate goed model haring zijn en dermate goed schoongemaakt dat die bruikbaar is voor de consumptie. We staan hier bij de bak van Dirk Berkheij. Hoeveel haringen heeft hij schoongemaakt? 51 zijn er geteld. En op wat voor gronden, wat gaat u nu doen om de haring een beetje te controleren? Nou, kijk, wat belangrijk is, is de lange graad hier, de hoofdgraad, of die voldoende kort is. Want anders zit de consument met veel te veel gaten in de mond aan het eind van de haring. En dat is bij deze bijvoorbeeld redelijk. Bij deze, ja, in alle gevallen is die eigenlijk aan de redelijke kant. Het zou iets korter kunnen op een gegeven moment. Ja, dat de consument daar geen last van heeft. Kijken we naar de zijgraten, die kan je eigenlijk voelen. En dan is dat uitstekend gedaan hier. Kijken we naar het model, dan zeg ik het model van deze haring. Ik pak er zomaar één. Ja. En het model van deze haring, kijk. Dat zou aan de ene kant iets beter kunnen, daar moet die iets breder eigenlijk zijn. Er is iets te veel van weggesneden aan de andere kant. Andere kant is die uitstekend, is die veel beter van. Betekent het ook minpunt als hij dat gedaan heeft of niet? Nou, de algemene beoordeling zou dus op grond van het schoonmaken van de haring kan je deze haring niet afkeuren en opzij leggen. Ja. Wel als die een te lange tussengraad zou hebben. Maar in de beoordeling zou een ander hem eventueel voor kunnen gaan, maar het is moeilijk om iemand in aantal te passeren. Ja, ja. Hoewel ik net iemand gezien heb met een bak van 48, en dan is het natuurlijk mijn kantje boord. 51 om 48? 51 om 48, dan kun je zeggen, als die 48 allemaal goed zouden zijn, en dan zouden uit deze bak een aantal uitvallen, dan wordt het toch een spannende zaak. Hij is op dit moment nu de hoogste in aantal? Op dit moment is de hoogste in aantal. In de vorige ronde was één bak van 48. En die zagen er ook uitstekend uit. Dus het wordt toch nog een beetje spannend? Jawel, jawel. Duidelijk een spannende zaak. Dank u wel. Ja, tot de dienst. Aantallen. Aantallen variëren van 14, 15, 20, 25, 30, 39, 40, 41, 48. De hoogste was 51. En als ik nou praat over opmerkelijke verschillen, dan moet ik u zeggen, en dat is misschien heel erg cru, dat degene die bijvoorbeeld 48 haringen schoongemaakt heeft, en schiet ons niet neer, maar er is er geen één van goedgekeurd. En dat is dan net zo goed een spelregel die in het oog gehouden zal moeten worden. Dat als we kunnen wel snel schoonmaken, maar belangrijk is dat er een goede haring wordt afgeleverd. En dan de winnaar.
En we hebben van de man, nou nee, laat ik maar zeggen, de heer Berghey. U krijgt de beker voor de winst. En u hebt voor de tweede keer de wisselbeker gewonnen. En die krijgt u ook bij deze. Ja, hartstikke bedankt. De heer Berghey heeft 51 schoongemaakte haringen afgeleverd. Daarvan zijn er 48 goedgekeurd. En de jury is niet alleen door het aantal, maar ook voor de kwaliteit unaniem. Ik heb hier staan top, extra goed. Wat een bedrijvigheid toch allemaal in de Visserijweek. Tijd om even stil te staan bij een rustiek plekje vlakbij de vuurtoren. Jan de Reus heeft voor u het liedje I Am Sailing vertaald en dat gaat hij nu voor u zingen. Bijeen gezeten op een bankje aan de boulevard, voeren de oude visserslui gesprekken met elkaar. Ze halen anekdotes op uit lang vervlogen jaren. Hun leven is een lang verhaal. Ze spreken in hun eigen taal over de tijd toen zij nog vissers waren. Ja, zegt een oude visserman, de bomschuit praat me daar niet van. We maakten reizen toen de tijd van 8 en 9 weken. Er was geen radio aan boord. Van radar had je nooit gehoord. Hoe er is zoveel veranderd bij vroeger vergeleken. Als jongetje van 11 jaar ging ik naar zee en geloof me maar, je was gehoorzaam en je deed wat je werd opgedragen. Het voedsel bestond voornamelijk uit bruine bonen, spek en scheepsbeschuit. En dan was het water wel eens brak, je hoorde niemand klagen. Zo was het leven op een bom. Veel zeelui keerden nooit weer om en vonden een rustplaats op de bodem van de baar. Toch trok je hart altijd naar zee en ging je iedere keer weer mee, ondanks de vele risico's en talloze gevaren. Er kwam geen haven aan te pas. Wanneer een reis ten einde was, trok men de bomschuit op het strand. Zo ging het in die dagen. Het meeste werk ging met de hand. Dat is dan ook geen wonder, want wat tegenwoordig auto's doen, ging toen met paardenwagen. En was de haringteelt voorbij, dan werden de schepen weer tot mei met man- en paardenkracht hier op de wurf gesleept. Daar werden ze dan opgeknapt, weer nagezien en opgelapt. En zodra de nieuwe teelt begon, versleept en ingescheept. Bijeen gezeten op een bankje aan de boulevard, ziet een de visserspot zijn schip en strekt zijn arm naar de wijde zee. De andere oudjes knikken, hun ogen turen naar een schip dat zich verwijdert tot een stip. Hun hart leeft mee en niets ontgaat hun blikken. Zij zitten daar vol levenslust. Gun hen die welverdiende rust. Ze moesten veel ontberen. De vissers van de oude tijd. Hun eenvoud en hun menselijkheid
die houden wij in ere. De eerste uitzending van Vlok TV was al in 1986, maar het duurde even voor de tweede uitzending op tv kwam. Dit had alles te maken met het opknappen van de studio aan de Tramstraat. Mag ik je iets vragen? Jazeker. Ik sta nu naast Chris Venema, een van de aanstaande vlokmedewerkers, hè? Zo is het toch? Ja, ja, ik heb mij aangemeld hoor. Ja. Chris, je bent hier ook aan het werk, want er moet hier heel wat gebeuren bij die studio nog. Ja, eigenlijk gebeuren. We zijn nu zijn we aan de laatste loodjes bezig. Maar zoals je ziet, nu is het, we zijn aan de buitenraampjes bezig. Dat pand staat 120 jaar, dus dat kan wat erg rot zijn. En als je dan nagaat dat we 17 april begonnen zijn, op vrijdag. Nou, en het is nu eind mei. En dat, de planning is eind mei. Dit pand dat bestaat nog uit de tijd van, uit de tijd van Hoop op Zeven. Want ik denk dat er hier veel mensen die hier in Katwijk wonen, deze deur gepasseerd zijn. Of misschien Tramstraat 20. Tramstraat 20, ja. Jullie hebben nu wat buitenwerk nog, dat is het laatste zeg je. Wat hebben jullie binnen allemaal al gedaan? Daar lopen we straks nog even naar binnen. Maar... Ja, nou, binnen hebben we erg veel gedaan. Daar zijn we ook eigenlijk bezig. We gaan nog, het laatste is de radiokamer. Die gaan we nemen. Gaan we van de week gaan beginnen. Daar is niets te val mee. Die we erin gepland hebben. Al snel viel Vlok TV in de prijzen. Onze huidige medewerkers Jaap Arnoldus en Peter Imtorn vertelden toen hoe het was om die prijs te ontvangen. Als we daar net zulke producties kunnen maken als onze Olympische medaillewinnaar Molende Gerechtigheid, dan mogen we dik tevreden zijn. Misschien net zo tevreden als we nu zijn met het feit dat onze molen in februari 3 keer te zien zal zijn in Europa via de satelliet op. Voor mij zitten Jaap Arnoldus en Peter Imtorn die de Olympische productie Molen de Gerechtigheid hebben gemaakt. Peter, hoe kwamen jullie op het idee om de molen van Katwijk binnen te gaan filmen? Ja, hoe kom je op zo'n idee? Ik zie die molen elke dag draaien. Ik was daar eigenlijk nog nooit geweest. Dus het leek me wel leuk om daar een keer wat opnames te gaan maken. Om mensen te laten zien hoe het eruit ziet, zo die molen. Hoe ging dat in zijn werk? Hebben jullie er lang over gedaan? Nou, eigenlijk in 1989 kwam het idee eigenlijk al naar voren. En in juni 90 zijn we een kijkje gaan nemen. Hebben we afspraken gemaakt. En zijn we ook gaan opnemen. Helaas was er die dag te weinig wind. Dus hebben we alleen het buitengebeuren eigenlijk maar kunnen filmen. Toen hebben we nog door allerlei moeilijkheden konden we eigenlijk in juni vorig jaar, dus het jaar daarna, pas weer doorgaan. En hebben we hem eigenlijk afgemaakt. Jaap, vervolgens is de band ingestuurd naar het Olon Festival. Wat is het Olon Festival precies en wat hebben jullie daar gewonnen? Nou, de Olon die organiseert elk jaar een wedstrijd voor lokale omroepen. En dit jaar waren er 170 inzendingen, waarvan ons een stuk of 4, 5 inzendingen, waarvan de Molen de Gerechtigheid en Edwin Hugen. Maar daarbij hebben wij gewonnen een eervolle vermelding. En de Molen de Gerechtigheid de hoofdprijs. Geweldig. En deze prijs, was dat ook de entree voor Albertville? Ja, want het was namelijk zo, je kon alleen meedoen in Albertville als je in Nederland een prijs gewonnen had. Dus de jury koos eigenlijk die film uit om naar Albertville uitgezonden te worden. Peter, waarom is Albertville als locatie gekozen? Ja, als locatie om de mensen een beetje op te warmen voor de Olympische Winterspelen, denk ik, die daar ook gehouden worden. Welke landen deden daar zo wel mee, heb je enig idee? Nou, deden er 21 mee. En van alle hoeken van de aarde eigenlijk. Van Amerika tot Brazilië, Australië, Japan. Maar ook bijvoorbeeld uit Afrika, Zuid-Afrika meen ik ook onder andere meedeed. En Frankrijk natuurlijk en Engeland, Duitsland, Finland geloof ik ook nog zelfs. Waarom denk je dat Vlok juist daar zo is opgevallen?
Nou, wij hebben vernomen, is het door het echte lokale gebeuren dat wij hebben gefilmd. De meeste omroepen waren meer toch politiek gericht of meer kunstzinnig bezig. Wij hebben het eigenlijk simpel gehouden en echt lokaal. Ja, dat is het eigenlijk. En wat hebben jullie daar exact gewonnen? Een gouden medaille. En wat gaan we daarmee doen? Ik denk dat we hem om gaan smelten. Omgesmelten? Ja, wij zitten nogal financieel in de problemen. En als we hem omsmelten, misschien kunnen we wat mee vernieuwen nog. In 1992 begon het programma Vlok Ambiance. Het was een programma waarbij Didi de Mol de verschillende wijken van Katwijk inging om daar de sfeer te meten. U ziet hier een uitzending uit 1992 over de nieuwe woonwijk Rijnsoever. Bent u hier de postbode in Rijnsoever? Ja. Moet u veel post bezorgen hier in deze wijk? Bij sommige mensen wel, bij sommige mensen niet. Dat ligt natuurlijk ook aan het beroep van de mensen. Hebben ze bij de bouw nog een beetje rekening gehouden met de postbussen? Kunt u makkelijk de brieven bezorgen? Ja, dat gaat best wel eenvoudig. Het zijn minimum maten en dat gaat allemaal perfect. Dus de busjes die zijn hier niet nodig? Nee. When the shit out the old apple tree, when the love in your eyes I could see, when the voice that I heard like the song of the bird seemed to whisper sweet music to me, I could hear the dull buzz of the bee in the blossoms that you said to me. With a heart that is true, I'll be waiting for you in the shade of the old apple tree. Oh, bubbles, there it is in the shade of the old apple tree. Apple tree. When the love in your eyes I can see. Meneer, we zijn op Vlok Televisie. Mag ik u wat vragen? Woont u hier? Nee. U woont hier niet. Moeten we even de bewoner even kijken. Nu mag ik u wat vragen? Ja, maar die woont hier niet. Ja, maar het gaat niet om die steen, hè? Oh, je mag er nu ook komen, oplopen. Nou, doe ik het even via de buren. Ik doe niet open. Dirk van Utrecht wordt niet dan? Meneer, hoe lang woont u nu in dit huis? Dat is van 1 november af. Hebt u nog veel aan moeten veranderen aan de woning? Ja, dat valt wel mee. Het is net wat je zelf wil natuurlijk. Ik heb er zelf wat mijn kamer er zo bij gemaakt. Maar dat zijn persoonlijke eisen die je stelt. Technisch gezien was alles wel in orde? Ja, ik heb geen klagen tot nog toe. Hoe lang heb je nou op dit huis moeten wachten? Hoe lang heb je ingeschreven gestaan? Niet lang eigenlijk. Wij hebben jaren 13, 14 op een flat gewoond. En dat is de eerste keer dat we eigenlijk voor een nieuwbouwwoning meegedaan hebben. En het bevalt wel van een flat naar een eensgezinswoning? Uitstekend. Maar daartegenstaande hebben wij al met plezier op een flat ook altijd gewoond.
Het is niet, vind ik, een must om op de begane grond te wonen. Met hoeveel personen woont u nu in dit huis? Met 4 man. Tenminste, 2 kinderen. En voor de kinderen, vinden zij het niet prettiger dat ze nu zo buiten kunnen spelen in plaats van de trap af te moeten? Nee. Dat, iedereen die denkt altijd dat een flat dat ja, minder waardig wonen of wat dan ook is. Maar ik ben van mening van niet. Wij woonden 2 hoog aan de Hoornderslaan. En daar waren die kinderen ook altijd heerlijk aan het spelen achter. Dus het is niet een kwestie van dat ze hier makkelijker buiten spelen dan daar. Hebben uw kinderen nog van school moeten veranderen? Nee, ook dat niet. Dus dat, die zijn op de Maurenschool gebleven. Dus daar zaten ze al. Dus ja, want hier die nieuwe school die zit helemaal overvol. En ik heb ook geen reden om ze daar weg te halen. Wat gaat u nu hier in uw tuin zo'n beetje doen? Ja, dat is een goede vraag. We zijn aan het zweten vandaag. En, althans aan het zweten, maar je ziet het. Kleine klinkertjes liggen. En ja, daar moet wat gras in, wat planten en wat struiken in. Heeft u er van tevoren een tekening voor gemaakt? Een plattegrondje, een ontwerpje? Nee. Dat zo uit losse hand? Ja, inderdaad. Ja, ik heb al een tekening gemaakt, maar dat klopt er niet. Tenminste, je zit dan toch met een ruimteindeling. En als je zo bezig bent, zie je het persoonlijk makkelijker dan vanaf tekening. Maar ik zal de tuinarchitect wel tegenspreken. Ja. Okay, heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. When the love in your eyes I could see, when the voice that I heard, like the song of the bird, seemed to whisper sweet music to me. I could hear the dull buzz of the bee in the blossoms as you said to me. With a heart that is true, I'll be waiting for you in the shade of the old apple tree. Oh, Bubba, there it is in the shade of the old apple tree. Apple tree. When the love in your eyes I can see. I can see. Oh, Mama, when the mevrouw, u was hier in de keuken bezig. Hoe lang woont u nou in dit huis? Nou, vanaf oktober. Woont u naar de zin? Ja, zeker. Ja. Hebt u veel aan de woning moeten veranderen? Nou, wat we zelf wilden. We wilden een zolder een beetje verbouwen voor de jongen. En technisch gezien was alles wel in orde? Ja, redelijk. Ja. Alleen naar de hand moet er nog het een en ander gebeuren. En daar moet je even op wachten. Nou zag ik net de buurman, die was druk bezig in zijn tuin. Maar u heeft hem al keurig in orde. Op orde, ja. Zeker. Ja. Well, right here round as if you want to hear the story about a brave engineer. Casey Jones was around his name on a big A-wheeler. He won his fame. Well, the caller called Casey about 4:30. He kissed his wife at a station. Morgen, mevrouw. Ik wil even vragen, hoe lang woont u nu in dit huis? Een maand of 3 hier. En u woont wel naar uw zin? Ja hoor, prima. Heeft u lang ingeschreven gestaan voor deze woning? Een half jaar, denk ik, een jaar. Ik weet het niet precies. Hier opgegeven bij draad is dat je er dan in kon schrijven. En voor de rest heb ik bericht gehad dat ik kon krijgen. Dus. Heeft u heel bewust gekozen voor deze wijk? Ja. U zou niet ergens anders in het dorp willen wonen? Bijvoorbeeld in het centrum een beetje? Ja, dat maakt mij niet uit. Het ging er alleen om wat er vrij was. En stel nu dat ze u iets aangeboden hadden in, ik noem maar, een plaats hier bij Voorhout, had u dat dan ook genoemd? Nee. Waarom niet? Omdat ik niet van Katwijk afgaat. Al mijn familie woont er en zodoende dat ik hier ook blijf. Took a little trip to the promised land. Well, Casey Jones was a brave engineer. Told his firemen to have no fear. Bring your water shovel up your course. Put your head out of the window, watch the drivers roll. Casey put up about the morning of place, yeah. Number 4 looking right in the face. Well, he turned to his farmer, said, hey boy, jump. 2 locomotives about to bomb. Casey Jones, well, the monitor's cabin.
Het monteren vroeger ging niet zo makkelijk als nu op de PC. Banden moesten worden scherp gezet en letterlijk geknipt. Daarnaast kon de Vlok nog vele medewerkers gebruiken, vooral op technisch gebied. Wim Polet geeft hier uitleg over. Wim, wat ben je nu precies aan het doen? Ik probeer op dit moment een montage te maken van een kotter die langsvaart hier. Dat monteren, is dat erg moeilijk? Nee, dat is heel leuk werk om te leren. Dat leer je in een avondje eigenlijk. En dan heb je nog niet alles onder de knie, maar met een paar avonden werkt dat wel, ja. Met hoeveel mensen doen jullie dat nu? Vanavond zijn we met 2 mensen bezig, maar normaal zijn er een stuk of 6 mensen actief zo door de week heen. En dat is veel te weinig, want nou je er toch over begint, we kunnen nog allerlei mensen gebruiken. Ja, jullie zoeken mensen dus. Ja. Wat voor soort mensen precies? Nou, in de eerste plaats zou ik dolgraag er iemand bij hebben die teksten voor ons kan schrijven. Die dus verbindende teksten maakt voor de tv. Bijvoorbeeld een journalist, dat zou ideaal zijn eigenlijk. Waar ik ook al heel lang over denk is, het zou heel goed zijn als we bij storingen hulp konden krijgen. We hebben een uitstekende radiotechnicus, maar een videotechnicus erbij, dat zou ideaal zijn. Want we zijn gewoon bang dat onze oude apparatuur, want die is toch vrij oud, dat die op een bepaald moment gaat staken. En als je dan een opname wilt maken, dan moet je eigenlijk iemand hebben die onmiddellijk voor je zou kunnen repareren. Dus als er hier in Katwijk of omgeving een videotechnicus is die ons af en toe eens een keer na een telefoontje wil helpen, hij is ontzettend welkom natuurlijk. En dan cameramensen, die hebben we nodig. We hebben ook mensen die willen monteren, mensen die kunnen presenteren. Enfin, we zoeken op alle gebieden nog ondersteuning, want we zijn met veel te weinig mensen, ja. Dus de Vlok doet met andere woorden volop aan uitbreiding. Ja. Als er dan mensen zijn die geïnteresseerd zijn om ook medewerker te worden van Vlok TV, waar kunnen ze zich dan aanmelden? Ik denk dat ze het beste op zaterdagochtend naar de Vlok Studio kunnen komen in de Tramstraat. Op zaterdagochtend is alles hier altijd in beroering en beweging, want dan is ook de radio in de lucht. Dan kunnen ze een praatje maken, ze kunnen even rondkijken. En als ze zeggen waar ze voor komen, nou, ik weet dat de koffie klaar staat en ze zijn welkom. Zonder meer welkom. Wim, ik zal je verder niet storen. Veel succes verder met het monteren. Dankjewel Jaap, ik ga weer verder. Ondertussen kunnen we uw lidmaatschap natuurlijk net als vroeger nog steeds gebruiken. Kijk daarvoor op onze website www.rtvkatwijk.nl. En tot zover deze aflevering van RTV Katwijk terug in de tijd. Volgende week zijn we er met een nieuwe aflevering. Dan nemen we onder andere een kijkje bij Speakers TV en gaan we terug naar 1988.